Dag dames. Dag heren. Welkom bij het wetenschapscafé, bij het Science Café. Velen van u zullen er nog nooit geweest zijn. Sommigen van u wel. Wil u vragen of u de telefoons op trillen of uit wilt zetten, voor zover dat nog niet gebeurd is. Hartelijk welkom nogmaals. Een avond over het hart. En dan vooral het vrouwenhart. Daar zijn boeken over volgeschreven, liedjes over gezongen. Er is van alles over gebeurd. En lange tijd is er eigenlijk niet bij stilgestaan of dat vrouwenhart niet heel veel verschilt van het mannenhart. Althans, wat er met het vrouwenhart mis kan gaan. Nou, Angela Maas is hoogleraar in Nijmegen aan het Radboud Medisch Centrum. En zij is daar op een bepaald moment mee begonnen. Ze zei me straks, ja, ik ben gewoon begonnen, gestopt op een gegeven moment met het behandelen van mannen. En ik ben alleen maar vrouwen gaan doen. En toen kwamen mij allerlei dingen, werden mij allerlei dingen duidelijk. En toen begon ik ook steeds meer vragen te stellen. En steeds meer onderzoek te doen. En wat blijkt, als wij een hartinfarct krijgen, wij mannen, dan hebben we hier last en pijn op de borst. Ik heb het ook een keer gehad, bleek geen hartinfarct te zijn, maar goed. En dan denk je daaraan. En bij vrouwen schijnt dat toch een tikkie anders te liggen. En daarom bent u allemaal hier. Er zijn ook veel patiënten van Jos Willershoven, cardioloog, hier in Tilburg. Toch? Ja, ja. Hoeft niet allemaal je vinger op te steken. cliënten. Oh ja, cliënten heet het tegenwoordig. Kortom, wat weten wij van een hartinfarct bij vrouwen, van de signalen vooraf, van bijvoorbeeld het begrip stress wat daarmee te maken heeft. En hoe ver is wat we weten doorgedrongen tot de reguliere artsen, cardiologen, hulpverleners enzovoorts. En tot ons, patiënten, schuinstreep, cliënten. Daar gaan we het vanavond over hebben. Voor de pauze, professor Dr. Angela Maas uit Nijmegen. En vervolgens in de pauze, voor de pauze nog muziek van, waar is ze nu? Ergens? Goed zo. En dan na de pauze zal Jos Willershoven een casus voorleggen om het een beetje te vertalen naar de praktijk. En dan zijn er uitgebreid mogelijkheden om vragen te stellen. We hebben daar een werpmicrofoontje voor en die gooi ik dan in de zaal. En dan kun je gewoon dus een soort kussentje, daar kun je tegen praten en dan hoort iedereen het. Goed, voor het zover is, hebben wij Viva, met een toepasselijk lied. Daar heb ik weer, een uitverkocht factorium, waarvan 80% vrouwen. En ik heb een liedje over voetbal en hoe dat ons leven zo beheerst. Beetje pech. Ad had me beter moeten inlichten. Nee, Ad heeft me heel goed ingelicht. Ik wil dit liedje ook graag heel even inleiden. En Ad, de voorzitter overigens, die heeft mij zijn fiat gegeven om het volgende toch aan jullie te vertellen. Het bevat een beetje schundige taal, eerder ongepast zelfs. Dus voor mensen / vrouwen die daar niet tegen kunnen, raad ik aan om de oren heel even goed dicht te houden. Zie het als een 18-plus film waarvan je weet dat hij gaat beginnen en je kan hem alsnog afzetten. Nee, ik wil dat liedje inleiden. Het vrouwenhart. Ad zei, ja, er komt een thema vrouwenhart. Zeg, daar kan je als artiest toch wel iets mee? Ik zeg, ja, daar kan ik zeker iets mee. Dus ik ben er lustig op los gaan schrijven. Tot ik op een gegeven moment bedacht, misschien is dit tikkeltje over de rand. Tikkeltje seksistisch misschien ook, of ongepast. Ik zal heel even mijn werkproces laten zien. Op een gegeven moment had ik... Wat had ik eigenlijk? Ik wil het wel graag proberen om stapje voor stapje haar te begeren. Niet om haar te beheren, maar om van haar te leren. En om haar schaamlippen lekker dicht te smeren. Nee, sorry. Dus dat gaan we niet doen. Ik heb toen vervolgens het kindertheater maar vooruitgeschoven. Ik dacht, dit is eigenlijk echt iets voor het Science Café. Bij deze het liedje Het Vrouwenhart, met het allergrootste respect uiteraard. We gaan eraan beginnen. Wat het is, wat het is, wat ik mis, dit is wat ik mis, mis, dit is het vrouwenhart. Het vrouwenhart.
Ik denk aan haar, ik droom van haar. Zij is niet van mij, maar ik van haar. Ik heb haar ooit wel eens verteld hoe ik de dagen heb afgeteld. Ik heb haar laten weten hoe ik spontaan begon te zweten. Maar de deur die bleef op slot, verstokken van het genot. Alsof je me keer op keer bedroog, het zit me hoog. En daarom dit liefdesbetoog. Ze is niet vatbaar voor gezag, enkel het sensueel gelach. Maar soms mag ik dichterbij, en nu en dan, dan kijk je naar mij. Het is in dit liefdesverband dat in mij het vuur ontbrandt. Ik voel me dronken, ik ben er ingestonken. Er is geen weg meer terug, alsjeblieft, keer me niet terug. Ik wil dichterbij, ik wil zeggen, zij is van mij. Wat het is, wat ik mis, dit is wat ik mis, mis, dit is het vrouwenhart. Het vrouwenhart. Het is met smacht waarop ik wacht, het gevoel doorheen de nacht. Mijn lichaam trilt en beeft, ik voel me zo doorleefd. En als ik haar ruik en als ik haar voel, dan voel ik me zwoel, je weet wat ik bedoel. Mijn bloed doorstroomt mijn lijf, oh mijn geile lief. Ik ben helemaal hard voor het vrouwenhart. Wat het is, wat ik mis, dit is wat ik mis, mis, dit is het vrouwenhart. Het vrouwenhart. Ik wil iets met je delen, ik wil met je spelen. Maar ik zou mijn afstand moeten bewaren, voor ik haar liefde kan vergaren. Ik zal zachtjes naar haar toe lopen en zo mij steeds meer inkopen. Ik zal haar aaien en ook paaien, zachtjes en bedeesd. Zodat ik later fier kan zeggen, ik ben echt bij haar geweest. Ik zal haar strelen en verwennen en ook mijn hart laten kennen. En haal de clichés maar uit de kast, het is toch de waarheid die verrast. In die complexe emotionele molen zit er diep van onder nog verscholen. Ze is een moeder, maar ook een loeder. Ze is een lief, een hartedief. Haar lichaam is ook haar geest. En dit laatste is zij het meest. Wat het is, wat ik mis, dit is wat ik mis, mis, dit is het vrouwenhart. Het vrouwenhart. Maar het gevoel kruipt me weer. Ik voel het, ik wil steeds meer. Maar de nacht die brengt ook macht bij het snuiven van haar geur en het drinken van haar likeur. Ik wil haar zien en voelen. Ik wil samen heel het bed al voelen. Maar een vrouw is niet enkel dit. Het is niet zwart of enkel wit. Wat zit er in dat vrouwenhart? Allerlei combinaties, een stuk of 1 miljard. Ze is van alles en nog meer. Ze is een man wel 1000 keer. Zonder vrouw ben ik geen man. Zonder haar ben ik geen winnaar. Mijn diepste vezels zijn doorspekt met enkel het allergrootste respect. Tijden van grote vreugde en diepe smart. Ik wil enkel het grote vrouwenhart. Wat het is, wat het is, wat ik mis, dit is wat ik mis, mis, dit, mis, dit is het vrouwenhart. Het vrouwenhart. What is, Oh, my God.
Dank je wel. Dank je wel. Zit het tussen de oren, zeggen veel mensen dan tegen een vrouw die op het spreekuur komt. Waarschijnlijk zit het tussen de oren, mevrouw, want uw klachten zijn zo vaag, daar kan ik niks mee. Professor Dr. Angela Maas is gestopt met het overtuigen van haar vakgenoten, cardiologen van pakweg boven de 50. Dat zegt iets. Dat zegt echt iets. Dat zegt iets over de manier waarop je naar je patiënten, cliënten kijkt. Zij gaat ons vanavond vertellen hoe je met name naar vrouwen kunt kijken als ze wellicht hartproblemen hebben. Mag ik u uitnodigen? Succes! Deze doet het wel, ja. Ja. Wat geweldig om zo'n volle zaal te treffen. En ik durf het bijna niet te zeggen, maar het is voor het eerst dat ik in het centrum van Tilburg ben. En dat ik door zoveel mensen welkom geheten word. Dat is toch fantastisch, dank u wel. Zo spannend als net met het muziekstuk wordt het natuurlijk nooit in de spreekkamer. Daar is het allemaal wat serieuzer. Ik hoop u een beetje mee te nemen op belangrijke verschillen tussen mannen en vrouwen met hartklachten. En we gaan ook een beetje inzoomen op de rol van emotie, stress op het hart. Want daar ligt natuurlijk een heel erge connectie, hè, de brein-hartconnectie. En dat heeft met name ook bij de vrouwelijke patiënt een behoorlijke impact op de hartinfarcten die ze kunnen krijgen en hartklachten die ze ontwikkelen. Nou, hier ziet u de Human Body, een mooie tekening van Leonardo da Vinci. En dat is eigenlijk een beetje een voorbeeld van het menselijk lichaam zoals het eruit hoort te zien. En de oude Grieken al, die vonden het vrouwenlichaam toch een beetje mislukt met die naar binnen gekeerde geslachtsorganen. En dit was eigenlijk toch een beetje het prototype van een mens. En eigenlijk in de gezondheidszorg, de hele gezondheidszorg heeft zich toch een beetje ontwikkeld naar de meetlat van de mannelijke patiënt. En van oudsher was er wel aandacht voor vrouwelijke patiënten, maar dan vooral voor de borsten en de voortplantingsorganen. Want die zijn natuurlijk heel belangrijk ook voor het instand houden van de soort. Maar we moeten ons goed realiseren dat ook de hormonen en dergelijke die we produceren, dat die niet alleen belangrijk zijn om ons voor te planten, maar dat die ook op heel veel orgaansystemen, functies in het lichaam een belangrijke invloed hebben. En dat geldt ook voor het proces van veroudering, voor gezondheid en ook de ziektes die we krijgen. Dit is een vrij klassiek plaatje, misschien heeft u dit wel eens gezien. Heel vaak werden vrouwelijke patiënten in het verleden en nog steeds niet begrepen. Het werd net al even gezegd, dan zit het waarschijnlijk tussen de oren. Dit is van een college van de neuroloog Charcot, een paar honderd jaar geleden. En die laat het begrip hysterie zien. U ziet hier een vrouwelijke patiënt die niet in orde is. U ziet dat de studenten allemaal man zijn. Gedragsproblemen die werden natuurlijk heel vaak aan vrouwelijke patiënten voorgeschreven. Het grappige is, ik mocht vorige week of twee weken geleden alweer de Aletta Jacobs lezing houden in Groningen. Dat eigenlijk Aletta Jacobs, de eerste Nederlandse vrouwelijke arts, dat die in 1899 in haar boekje over het vrouwenlichaam al rept over het vrouwenhart. Dus zij is eigenlijk de eerste die de kreet gebruikt heeft. We hebben in de gezondheidszorg, en nu gaan we even ook nog buiten de cardiologie, hebben we allerlei containerbegrippen ontwikkeld voor ziektes bij vrouwen die we eigenlijk niet goed snappen. En dat heeft natuurlijk ook te maken dat we ons altijd gericht hebben op die mannelijke patiënt. Maar zo hebben we bijvoorbeeld in de huisartsgeneeskunde hebben we de SOLK.
somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten. Daar kunnen dus een heleboel klachten in die wij niet snappen en dat noemen we dan SOLK. Daar zijn zelfs ook huisartsen in gespecialiseerd. Nou, dat geldt voor heel veel andere vakgebieden. De fibromyalgie, dat is er ook zo één. Dat zit een beetje in de reumatische hoek. Het chronische vermoeidheidssyndroom. In de cardiologie hebben we heel lang het syndroom X gehad. Dat heet nu microvasculaire angina pectoris. We hebben er een andere naam aan gegeven en we weten er gelukkig nu ook meer van. Dat is de pijn op de borst door de haarvaatjes in de hartspier. Daar laat ik u straks een mooi plaatje van zien. Maar als we iets niet begrijpen in de gezondheidszorg, en vaak gaat het dan over vrouwelijke patiënten, dan hebben we van die containerbegrippen. De overgang is er natuurlijk ook zo één. Allemaal vage klachten, dat zal de overgang wel zijn. En dat kan natuurlijk bij vrouwen duren tot Sint-Jutemus, want vanaf 50 ben je nu eenmaal forever in de overgang. En ligt dit nu eigenlijk aan de vrouwelijke patiënt, of is dit een beetje een zwaktebod eigenlijk van de geneeskunde? Omdat we ons altijd op die mannelijke patiënt hebben gericht, hebben we nog zoveel vragen over vrouwelijke patiënten en moeten we eigenlijk daar nog een inhaalslag over maken. Dat geldt natuurlijk ook voor het vakgebied van de cardiologie, waar ik zo over verder ga. Dit plaatje, dat kunt u achterin niet lezen, maar u weet allemaal dat vrouwen die worden gemiddeld ouder dan mannen. Dat scheelt een jaar of 5, misschien wel 10 jaar... Maar als we kijken naar de gezonde levensjaren, dus de laatste levensjaren totdat je komt te overlijden, dan hebben vrouwen veel meer ongezonde, dan hebben vrouwen veel meer ongezonde levensjaren in Nederland dan mannen. En dat heeft er misschien ook mee te maken dat we een heleboel van die ziektebeelden nog niet goed begrijpen. En als we het niet snappen, dan kunnen we daar dus ook niet een goede behandeling voor instellen. Bovenaan staat Zweden. Daar zijn de gezonde levensjaren voor mannen en vrouwen het grootst en ook gelijk. Maar u kunt zien dat vrouwen worden wel ouder, maar in de laatste 10 levensjaren zijn ze gemiddeld veel ongezonder dan mannen. En dat is iets waar we natuurlijk toch aan moeten gaan werken. Nou, we moeten ons realiseren dat mannen en vrouwen tot in iedere cel van het lichaam verschillend zijn. Hier ziet u het X-chromosoom. Vrouwen hebben XX. En dit is het Y-chromosoom. En weet u dat dit Y-chromosoom, dat daar minder dan 100 genen, ik dacht iets van 87 genen op zitten. Dus er komt wel heel veel lawaai uit die mannen. Maar uiteindelijk stelt dat genetisch materiaal toch niet zoveel voor. Dus die XX, daar zit eigenlijk toch wel meer in. Ja, even een zijpaadje. Nou, hier zien we dan de geslachtshormonen. En die zijn natuurlijk wel degelijk belangrijk, want we moeten ons kunnen voortplanten. Hier zien we dan wat er gebeurt in de puberteit. Testosteron en oestrogeen gaat omhoog. Daar wordt het ook heel spannend van. Dat hoorde u net al aan de zanger. En dan is er een levensfase, de vruchtbare levensfase, waarin we ons voortplanten. En eigenlijk bij vrouwen, al lang voordat ze 40 worden, gaan die oestrogenen naar beneden. We weten dat als je geslachtshormonen een lager niveau gebruiken, dat dan je ontstekingsactiviteit in het lichaam toeneemt. En we weten dat een verhoogde ontstekingsactiviteit in het lichaam, dat die ook te maken heeft met vaatveroudering, met aderverkalking, met hart- en vaatziekten. En je ziet eigenlijk dat op middelbare leeftijd bij vrouwen door de hoge oestrogeenspiegels dat er weinig hart- en vaatziekten zijn. Maar als de overgang eenmaal daar is, dan zie je eigenlijk dat bij vrouwen de ontstekingsactiviteit groter wordt ten opzichte van mannen. Je ziet dat allerlei ziektes zoals reumatische ziekten de kop opsteken. 2/3 van de reuma-patiënten is vrouw, of misschien wel 3/4 van de reuma-patiënten. Schildklierproblemen, ook daarin zit ontstekingsactiviteit. 80% van de schildklierpatiënten zijn vrouwen. Allerlei spierreuma, zoals ik net al even noemde, dat zijn ook vooral vrouwen. En we zien bij vrouwen in de 40 zien we heel vaak dat soort ziektes
de kop opsteken. En dat zijn eigenlijk belangrijke aanwijzingen ook als we vrouwen krijgen van boven de 50 met hartklachten die we niet goed thuis kunnen brengen, dat we ook moeten kijken naar dat soort ziektes, omdat die ook risicoverhogend zijn voor hart- en vaatziekten. Dus dit gaat eigenlijk verder dan de gewone risicofactoren die u allemaal kent. Hoge bloeddruk, hoog cholesterol, suikerziekte, dat noemen we de traditionele risicofactoren bij vrouwen. Maar die verhoogde ontstekingsactiviteit die speelt ook een rol bij stressgerelateerde hartproblemen. Nou, dus die overgang is een belangrijk iets in een vrouwenleven. We worden natuurlijk allemaal ouder en ook die oestrogenen die kunnen niet voorkomen dat vrouwen ouder worden. En wat er eigenlijk gebeurt is dat in de overgang komt er een schepje bovenop in het verouderingsproces. We zien dat die risicofactoren, de bloeddruk, cholesterol, dat wordt bij 50-plus vrouwen wordt dat hoger dan bij mannen. Tussen de 50 en de 70 zie je dat dat een enorme vlucht neemt bij de vrouwelijke patiënt. Stollingsfactoren nemen toe, ontstekingsactiviteit neemt toe. Je ziet ook bij vrouwen dat het adrenerge hormoonsysteem, dat is een beetje het sympathicus systeem van de bijnieren, dat komt op een wat hoger activiteitsniveau. En dat merken vrouwen bijvoorbeeld als ze even snel de trap oplopen, even iets bovenhalen, dat ineens die pols omhoog vliegt en dat ze hijgend bovenaan de trap staan. En dat hadden ze vroeger niet. En dat merken ze bijvoorbeeld ook als ze een eind gaan fietsen met hun man. Mannen hebben meer spiermassa, dus die kunnen beter meer inspanning leveren dan vrouwen. En dan zie je eigenlijk dat vrouwen als ze de overgang passeren, dat ze dan denken van nou, ik koop een e-bike. Zijn dat dingen die u herkent? Steek eens uw vinger op als u dit herkent. Oké. Nou, dus dit is gewoon iets, ja, dat komt gewoon veel voor. Hè? Die polsfrequentie die loopt bij een beetje inspanning sneller omhoog. En dat is vaak natuurlijk onaangenaam. En dan merk je gewoon dat je niet meer zo jong bent. Het is eigenlijk zo dat je vanaf je 30ste jaar, iedere 10 jaar dat je ouder wordt, ook 10% van je conditie inlevert. En dat zien we natuurlijk al heel erg bij topsporters. Topsporters, als ze zo'n jaar of 35 zijn, dan stoppen ze ermee. We zien het nu al een beetje aan Sven Kramer, die is 33. Die begint al een beetje minder te worden. Ja, die jongen heeft natuurlijk fantastische prestaties geleverd. Maar die nadert de 35 en dat begint eigenlijk minder te worden. En dat zien we bij topsporters, maar natuurlijk ook bij gewone stervelingen zoals u en ik. En als je dan zoveel jaren verder bent en je bent door die overgang, dan ga je ineens merken dat je conditie een heel stuk minder is dan vroeger. Maar goed, die e-bike is daar natuurlijk een soort van oplossing voor. Maar daar houden we onszelf natuurlijk wel een beetje mee voor de gek. De cardiologie is echt ontwikkeld voor en door mannen. En vooral ook dus de mannelijke patiënt als norm. Neem bijvoorbeeld ook het hartfilmpje, het ECG. Als je kijkt naar de borstkas van mannen en vrouwen, dan is alleen de ribbenkast is al heel verschillend tussen mannen en vrouwen. Vrouwen hebben natuurlijk ook borstweefsel, cup A tot en met F, G, het hele alfabet. En je kan je natuurlijk voorstellen als je een hartfilmpje maakt en je hebt grote borsten, dat dan die elektrodes van dat hartfilmpje vaak een beetje laag worden neergezet. En het komt er eigenlijk op neer dat heel veel vrouwen, ook als ze helemaal geen hartklachten hebben, een afwijkend hartfilmpje hebben. We wijken namelijk af van de norm die we voor de mannelijke patiënt hebben gesteld. En dat leidt nogal tot verwarring, zeker ook bij jonge dokters. Die zien dan een hartfilmpje en een vrouwelijke patiënt zegt dan van ja, ik heb toch een paar keer pijn op de borst gehad, dat zat niet zo lekker. En die ziet dan het hartfilmpje en dan gaat er een hele carousel draaien aan onderzoek en dan komt dan vaak komt er helemaal niks uit. Dus we moeten ons realiseren dat het hartfilmpje ontleend is aan de mannelijke patiënt en dat er heel veel variaties zijn op dat thema zonder dat dat direct afwijkend is. Maar als iemand ooit tegen een vrouw gezegd heeft van ja, het hartfilmpje was niet helemaal goed, maar ja, dan gaat zich dat nestelen ergens in dat hoofd en dan is het heel moeilijk om dat nog eruit te krijgen.
Nou, dus in 1991 kwam die vrouwelijke patiënt voor het eerst op de agenda. Ik was toen al 3 jaar cardioloog, dus ik ben ook helemaal opgeleid volgens het mannelijke patiënt als norm. En ik werd eigenlijk een beetje door patiënten zelf met de neus op de feiten gedrukt. Want ja, die vrouwen op middelbare leeftijd hadden hartklachten. En ik wist eigenlijk ook niet wat het was. Ik deed dan een fietsproef en dan vaak een hartkatheterisatie, hè, een film van de kransvaten. En dan vonden we geen vernauwingen. En dan zei ik van ja, er is gewoon niks aan de hand. Dus ja, misschien ben u te druk of gestrest. En op een gegeven moment zei die vrouwen van ja, dat kan je allemaal wel zeggen. Maar ik wil gewoon weten wat voor klachten ik heb. U weet het gewoon niet. Dus eigenlijk door patiënten zelf ben ik noodgedwongen alles gaan volgen wat er op dat terrein geschreven werd. En vanaf 1991 is er heel veel over geschreven. Maar dan moet je het wel volgen natuurlijk. En we zijn inmiddels natuurlijk 25, 26, 27 jaar verder. Er is al heel veel kennis die we verzameld hebben en die ik graag met u wil delen. Wat we eigenlijk in de cardiologie vooral doen, is kijken of er ergens een vernauwing zit in een van de grote kransvaten. Want daar hebben we dotteren voor ontwikkeld, daar hebben we de bypassoperaties voor ontwikkeld. Dat kunnen we vrij simpel behandelen. Daar komen natuurlijk vaak wel wat pillen bij. Maar wat veel lastiger is, dat zijn de functionele hartafwijkingen. Spasmen, kramp in de kransvaten, in de grote kransvaten, maar ook in de kleine haarvaatjes. En heel vaak overlapt dat elkaar ook. Is het een combinatie van beide? En nou wil het toeval, of het is natuurlijk geen toeval, dat dit probleem, die spasme kramp in de kransvaten, dat dat nou het probleem is, vooral bij vrouwen, zo'n beetje tussen de 45 en 65, 70 jaar. Dat is nou typisch waar vrouwen mee naar de cardioloog komen en wat vaak nog niet, waar nog vaak geen goed etiket op geplakt wordt. We zien ook dat vrouwen die een verhoogde ontstekingsactiviteit hebben, die dus die reumatische ziekte hebben vanaf hun 40ste jaar, dat die ook vaker dit soort functiestoornissen hebben in de kransvaten. Dus er is nog niet ergens een vernauwing om te dotteren of te opereren, maar er zijn wel problemen al in die kransvaten. Die hebben al hun eerste tekenen van vaatveroudering. En dat is het probleem van vrouwen op middelbare leeftijd. Ik laat u hier een heel dwingend voorbeeld zien. Dit is een vrouw van 46. Die was al 4 jaar bezig bij de cardioloog met klachten van pijn op de borst. Ze had vroeger migraine gehad. Dat is eigenlijk ook een soort vaatkramp, maar dan in het hoofd. En dat begint bij vrouwen die een hoog risico hebben voor hart- en vaatziekten, vaak al op de tienerleeftijd. Vaak de tweede helft van de menstruatiecyclus. Vaak ook als ze in de 20 zijn. En deze vrouw die werd uiteindelijk naar de psychiater gestuurd. Want de cardioloog die vond geen afwijking in de kransvaten. En die hebben wij een spasmetest aangedaan. Dus we hebben haar een bepaald stofje gegeven, acetylcholine, waardoor je vaatkramp kan uitlokken. En u ziet hier, dit zijn de zijtakken van de linker kransslagader, dat die mevrouw met een paar microgram van dit middel, je kan naar 200 microgram gaan bij deze test, maar bij 2 microgram van deze stof kneep ze bijna de hele linker kransslagsysteem dicht. En hiermee hadden we natuurlijk die spasmen bewezen. En hier zie je, als je dan een vaatverwijder geeft, dat die vaten er prachtig uitzien, geen vernauwingen, niks aan de hand. Maar die mevrouw had wel degelijk klachten. En juist bij die vaatkramp heb je dan andere klachten. Er wordt heel vaak gezegd, ja, vrouwen die hebben atypische klachten. Ja, weer langs die mannelijke meetlat. Maar als vrouwen dezelfde vernauwingen hebben in de kransvaten als mannen, dan hebben ze vaak ook precies dezelfde klachten. Alleen dat is niet de dagelijkse realiteit. Dus als je spasme hebt in die kransvaten, dan heb je vaak klachten die komen en die verdwijnen weer. Een beetje een golvend beloop, crescendo, decrescendo van de klachten. En dat is typisch het klachtenpatroon wat we zien bij vrouwen met spasme. Dat zijn klachten die kunnen komen bij inspanning, pijn op de borst, soms ook tussen de schouderbladen, in de kaken, soms ook de linker oksel, een akelig zwaar gevoel in de linker bovenarm, soms ook de rechter bovenarm. En dat wisselt in intensiteit en dat kan ook ineens bijvoorbeeld 's avonds in rust komen. Dan heb je een drukke dag gehad
Of ja, je bent met van alles bezig geweest en dan zit je in de stoel. En dan ineens denk je, verdorie, het zit niet lekker daar op de borst. En heel veel vrouwen zeggen dan, ja, wat ik vaak doe, ik doe 's avonds die BH uit. Die zit me dan eigenlijk, het is net alsof hij dan 3 maten te krap is. Dat zien we dus heel vaak bij vrouwen die spasme, kramp hebben in de kransvaten. Zijn hier vrouwen die dat herkennen? Oh jee, daar gaan ze weer. Ja, dat kon niet missen. Dus dat wordt veel herkend. Nou, we hebben natuurlijk heel veel technieken ontwikkeld. Het vak heeft natuurlijk een geweldige loop genomen. Misschien ook wel dankzij al die mannen die heel erg toegespitst waren op de techniek. Maar we hebben letterlijk door onze fantastische technische ontwikkelingen zichtbaar gemaakt dat er zoveel verschillen zijn in het patroon van veroudering van de kransvaten. Natuurlijk hebben vrouwen kleinere bloedvaten. Vrouwen hebben ook vaker zuurstoftekort zonder dat er een belangrijke vernauwing zit. Dat ziet u hier. Er zit wel een beetje aderverkalking, dat is dat gele in de vaatwand. Maar er zit niet echt iets wat je zou kunnen dotteren. En vaak wordt er gezegd van, goh, wat hebben die vrouwen toch een kleine dunne bloedvaatjes. En bij mannen is er veel eerder een vernauwing. En daar kan je dotteren, daar kan je een stent in zetten, kan je opereren. En als je kijkt naar die grote dotterstudies, dan zien we eigenlijk altijd hetzelfde. 75% is man, 25% is vrouw. En dat is geen discriminatie, dus het is niet opzettelijk achterstellen van vrouwen. Maar het is gewoon het verschil in het patroon van de ziekte. Dit is gewoon zoals het is. En bij vrouwen komen die vernauwingen pas in een latere levensfase. Na het 65ste, 70ste jaar, de meeste. Het kan natuurlijk ook op jongere leeftijd. Er zijn natuurlijk ook vrouwen die al bijvoorbeeld heel veel roken. Als je heel veel rookt, dan kan je onder de 50 gedotterd moeten worden aan een van de kransvaten. Maar dan moet je flink je best doen, pak je per dag roken en bijvoorbeeld een beetje een hoog cholesterol hebben. Dan lukt het je wel. Maar de meeste vrouwen hebben toch een gezonder risicoprofiel en hoeven gelukkig niet op jonge leeftijd gedotterd te worden. Dus het komt bij vrouwen die vernauwingen in een latere levensfase en veel minder vaak dan bij mannen. Dus zijn hartklachten bij vrouwen nou atypisch? Nee. Hartklachten bij vrouwen zijn karakteristiek voor de onderliggende problemen die ze hebben. Dus we moeten eigenlijk een beetje stoppen met altijd kijken naar die mannelijke meetlat, maar vooral kijken van wat is het probleem bij vrouwen en waarom heeft de ene vrouw dit wel en de andere niet. Want uiteindelijk is dat ook hetgene waar ik ook heel veel van heb kunnen leren. Want de ene vrouw is gelukkig de andere niet. Als we nou kijken naar hartinfarcten, vroeger ben ik een beetje opgeleid met het idee, een hartinfarct bij vrouwen, dat zien we als ze boven de 70 zijn. Oudere vrouwen krijgen hartinfarcten. Maar we zien steeds vaker hartinfarcten komen bij de jongere categorie vrouwen. Dit is een heel recente publicatie, 2019. En hier zien we het aantal hartinfarcten bij vrouwen onder de 55 jaar. Hier ziet u dat bij mannen. En dan zie je dat het eigenlijk bij mannen niet zoveel veranderd is in de afgelopen periode. Maar bij vrouwen zie je eigenlijk een beetje een toename in het aantal hartinfarcten op jonge leeftijd. En dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat we met elkaar dikker worden. He, er is meer overgewicht. Ongeveer 22% van de vrouwen rookt. Dat is min of meer vergelijkbaar nu met mannen. Maar er zijn ook andere factoren, he, ook de maatschappij waarin we leven, de stress in de maatschappij, die een belangrijke oorzaak zijn in het krijgen van hartinfarcten en ook die hartinfarcten op jonge leeftijd. Dus je ziet dat wat er nu gebeurt in dit tijdperk, dat dat ook wel een beetje anders is dan 30 jaar geleden. Dus factoren gerelateerd aan de samenleving waarin we leven gaan een steeds grotere rol spelen in de hartinfarcten die we krijgen. Het is best een ingewikkeld verhaal, hoor. En nu ga ik het nog ingewikkelder maken. Want het klassieke hartinfarct, het type 1 hartinfarct, dat is een aderverkalking. En dan komt er een scheur in die aderverkalking, dan komt er een bloedprop en dan wam is dat bloedvat afgesloten. Dat is het klassieke hartinfarct. En ook hier geldt 75% man, 25% vrouw. Dus ook bij vrouwen komt dit type hartinfarct voor, meer op oudere leeftijd. Maar het is de dominante vorm van het hartinfarct bij mannen. Bij vrouwen zien we veel vaker wat variaties op de hartinfarcten.
Bijvoorbeeld een type 2 hartinfarct door spasme. Dat zien we heel veel bij vrouwen op middelbare leeftijd. Wat we ook veel zien, dat is een spontane scheur in een kransvat. Dus er is helemaal geen sprake van aderverkalking. Maar in één keer wam komt er een scheur in een kransvat. En we weten eigenlijk nog niet precies waarom dat gebeurt. Er zijn wel bepaalde vrouwen die een wat hoger risico hebben om dat te krijgen. Dat zijn bijvoorbeeld vrouwen die op jonge leeftijd al hele hoge bloeddruk hebben. Of vrouwen die heel veel migraine hebben gehad op jonge leeftijd. Die kunnen op middelbare leeftijd zo'n soort hartinfarct krijgen. We dachten vroeger dat het alleen maar voorkwam in de zwangerschap. Maar nu weten we eigenlijk dat ongeveer een kwart van de hartinfarcten bij vrouwen onder de 60... dat is zo'n spontane coronaire dissectie. Dus het is geen zeldzame aandoening. En dat betekent ook dat je daar andere pillen voor moet geven dan als je een hartinfarct hebt gehad door het dichtslibben van een bloedvat. Dus heel vaak worden dezelfde pillen gegeven bij zo'n soort hartinfarct. En dan krijg ik die vrouwen direct aan de telefoon of op het spreekuur. En die zeggen van ja, er was helemaal geen aderverkalking, maar ik heb nu een cholesterolverlager gekregen, ik heb een bloedverdunner gekregen, ik heb allerlei pillen gekregen en ik word er hondsberoerd en kotsmisselijk van. En kunt u hier niet wat aan doen? Nou, dan moet je daar natuurlijk eerst goed naar gaan kijken, maar heel vaak kan je een heleboel medicatie bij deze vrouwen kan je gewoon minderen of zelfs stoppen. Dan is er nog een ander soort hartinfarct, het gebroken hartsyndroom, een Takotsubo hartinfarct. Takotsubo, dat is een viskruik in Japan. Die gebruiken ze om inktvissen te vangen. En de vorm van dat hartinfarct, dat heeft een beetje de vorm van een viskruik. Daarom heeft het die naam gekregen. Dat zijn hartinfarcten door plotselinge hevige stress, in de meeste gevallen. En dat zien we ja, eigenlijk 9 keer zo vaak bij vrouwen ten opzichte van mannen. En dat zijn vaak vrouwen die boven de 60 zijn. Terwijl zo'n scheur in een kransvat, dat zien we vooral bij vrouwen die gemiddeld 53 jaar zijn. Dus die zijn wat jonger. En ook daar speelt stress een belangrijke rol. En het aardige is dat we nu met professor Widdershoven en met de faculteit psychologie hier in Tilburg, dat we onderzoek doen naar de rol van stress bij dit type hartinfarcten. He, omdat iedereen daar nog een beetje de schouder voor ophaalt. Dit is een heel belangrijk type hartinfarct bij vrouwen op middelbare leeftijd. En we willen weten wat de rol van stress is. Zo'n Takotsubo hartinfarct, zo'n gebroken hartsyndroom, dat kan bijvoorbeeld, er zijn wel voorbeelden te geven. Misschien kent u nog dat afschuwelijke verhaal van die piloot uit Jordanië die door IS in die kooi werd verbrand. Die moeder is een dag later aan een hartinfarct overleden. Dat zal u niet verbazen. Nou, hier zien we dat nog een keer weergegeven. Dus er is echt een beetje een hart-brein connectie. He, en dat zien we natuurlijk ook bij emotie. We zien het ook bij verliefdheid. He. De zanger had het er net al over. Dus er is echt een connectie wat emoties met het hart doet. En dat is eigenlijk een beetje onderbelicht. Want als je kijkt naar de grote risicofactoren die we hebben, cholesterol, bloeddruk, suikerziekte, dan is de factor stress minstens zo belangrijk. Alleen die is natuurlijk veel lastiger om maat en getal aan te geven. En ook om te behandelen. En wij zijn daar natuurlijk als cardiologen al helemaal niet in opgeleid. Ik laat u nog even wat andere dingen zien. Hè. Die microvasculaire angina pectoris. Dit is wat we zien bij een hartkatheterisatie. Een paar van die grote kransvaten. En als je geen vernauwingen hebt, wordt er nog heel vaak gezegd, ja, bij vrouwen met klachten, u heeft schone kransvaten. Nou, er is eigenlijk niemand, als die ouder wordt, je wordt geen 80 met schone bloedvaten. We krijgen rimpels aan de buitenkant, helaas, maar we krijgen ze ook aan de binnenkant. En als je de binnenkant een spiegel gaat voorhouden en je gaat bijvoorbeeld in die bloedvaten kijken, dan zie je vaak al aderverkalking zitten, zonder dat dat op een hartkatheterisatie te zien is. Dus dit bloedvat, dat lijkt mooi schoon, maar er kan al best aderverkalking in zitten, wat zo op het oog niet te zien is. U kunt zien dat er heel veel kleine bloedvaatjes zijn. En op jonge leeftijd zijn het die oestrogenen. Zolang we nog niet in de overgang zijn, die de enorme vaatverwijding kunnen geven aan die kleine haarvaatjes. Dus die zijn belangrijk om die kleine vaatjes gezond te houden. Maar als we dan eenmaal in de overgang zijn, dan zie je dat deze vaatjes, die worden wat stijver, die worden wat stugger. Ze zijn te klein voor vernauwingen,
maar ze gaan wel een beetje verharden. De elasticiteit gaat eruit. En dan komen vaak ook de eerste klachten van pijn op de borst. Je kan er ook 's nachts wakker van worden. Een spray onder de tong helpt goed. He, er zijn allerlei overeenkomsten met vernauwingen in die grote kransvaten, maar er zijn ook heel veel verschillen. Want de klachten zijn veel onvoorspelbaarder. Er is vaak ook een algehele vermoeidheid. Er zijn allerlei klachten omheen die vaak ook weer geduid worden als atypisch, terwijl ze heel karakteristiek zijn. Nu gaan we wat verder in op die stress. Dit is ook een ingewikkeld plaatje hoor, maar chronische stress of acute stress kan dus allerlei lichamelijke processen in gang zetten. En dat is bijvoorbeeld ook dat je hartritme, dat je hartoverslagen krijgt, of je krijgt versnellingen van het hartritme, of je krijgt een heel onregelmatig hartritme. De bloeddruk gaat omhoog van stress. Het stollingssysteem wordt meer geactiveerd. Maar ook het ontstekingssysteem in bloed wordt meer geactiveerd. Dus stress, chronische stress, dat veroorzaakt heel veel puur lichamelijke reacties. En als dat voortduurt, dan draagt dat natuurlijk bij aan dat proces van hart- en vaatziekten. Dus je kan ook van chronische stress, denk bijvoorbeeld aan een traumatische jeugd, kan je ook hartinfarcten krijgen. En dat is natuurlijk lastig om direct het verband te leggen. Maar als je patiënten daarna vraagt, dan zie je heel vaak toch dat er een verband is. Dit is een mevrouw van 40 jaar, die heb ik afgelopen najaar op het spreekuur gezien. Deze mevrouw die had 20 jaar geleden, was ze gegijzeld geweest door een TBS'er. Nou, we hebben gisteren die ellende in Utrecht gezien. Deze mevrouw die was gegijzeld door een TBS'er, is meerdere malen verkracht, met de dood bedreigd. Een soort Anne Faber die het overleefd heeft, zullen we zeggen. En die had al heel lang ontzettend veel klachten. Die was natuurlijk al bij heel veel psychologen, psychiaters geweest. En het denderde maar door in haar hoofd. Maar wat je ook ziet, het denderde ook door in haar hart. Die mevrouw had een ontzettend snelle pols. Die had een pols van boven de 100. Alsof die mevrouw de hele dag aan het fietsen was. En als je 20 jaar aan het racefietsen bent, dan word je er wel een keer ontzettend moe en uitgeput van. En ze had voor haar leeftijd ook een veel te hoge bloeddruk. Want als je 40 bent, mag je bloeddruk de 140 niet aantikken. Ik heb die vrouw een klein beetje beta-blokker gegeven. Eentje die ze ook goed verdroeg. En je moet bij dit soort patiënten moet je de ruimte scheppen dat ze hun trauma kunnen verwerken. Maar als ze lichamelijk gewoon niet goed in hun vel zitten en al maar door opgefokt raken, dan kan dat natuurlijk dat trauma ook nooit een keer fatsoenlijk verwerkt worden. Dus ik schrok eigenlijk van deze mevrouw, natuurlijk ook van haar verhaal, maar ook van het feit dat er nog nooit een dokter fysiek iets aan haar lichamelijke klachten had gedaan. En die zijn een voorwaarde om beter te worden. Nou, ik ben er heel blij mee dat ik veel contact heb met de afdeling psychologie hier in Tilburg. Paula Mommersteeg zit daar. Professor Bio Kop, die is vanavond niet aanwezig. Veerle is een promovendus die we hier hebben. Paul Lolder, een statisticus die met ons werkt. En natuurlijk Jos Widdershoven ook. Maar dus, je staat hier niet op de foto. Nee, je staat er niet op. Nou ja, je staat zo op het podium, dus dan komt het goed. En wij kijken dus ook, we hebben al een heel belangrijk literatuuronderzoek gedaan om te kijken van wat zijn nou de factoren die een rol spelen, stressgerelateerde factoren bij de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Nou, als we hier even kijken, dit is een onderzoek wat gedaan is onder huisartsen, onder 100.000 inwoners, het is alweer wat ouder, in 2011, dan kunt u zien dat stress vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. En met name angst. He, angst geeft natuurlijk ook, dat is een vorm van stress natuurlijk. Dat heeft dan natuurlijk geen zin om vrouwen te stigmatiseren, dat het angsthazen zijn. Maar er is natuurlijk vaak ook een reden waarom vrouwen eerder bang zijn. En angst heeft natuurlijk ook een enorme impact ook op allerlei lichamelijke processen en ook op hart- en vaatziekten. Natuurlijk is een beetje stress gezond, want als je totaal geen uitdaging of prikkels hebt, en ja,
dan is het leven saai, dan gebeurt er helemaal niets. Dat is natuurlijk ook niet gezond. Hè? Maar er moet een soort evenwicht zijn tussen gezonde stress, uitdagingen, nieuwsgierigheid die je hebt. En ik moet even een beetje water nemen. Dus stress moet min of meer in balans zijn. En natuurlijk zijn de perioden dat het spannender is, als je examens moet doen of wat dan ook. Dat is allemaal normaal. Maar op een gegeven moment moet dat natuurlijk wel weer in een normaal evenwicht komen. Nou, en wat hebben wij? Wat is dan precies stress? Hè? Dus dat is eigenlijk. Als het ongezond is, dan komt er meer op je af dan je eigenlijk kan verwerken. Als we kijken naar depressie, hè, dan ben je somber gestemd. Dan zijn er een heleboel dingen eigenlijk allemaal niet leuk meer. Hè, in Nederland gemiddeld heeft 1 op de 13 personen daar last van. Dit gaat over mannen en vrouwen. Maar bij hartziekte is dat veel meer. En nou is het natuurlijk de vraag, is een depressie de oorzaak van hartziekte of is het een gevolg van hartziekte? Want je kan je natuurlijk ook voorstellen, en dat is ook zo, dat als je een gigantisch hartinfarct hebt gehad en je kan daarna eigenlijk de trap niet meer op, dat je daar niet vrolijk van wordt. Hè? Dus er is natuurlijk een interactie tussen psychosociale factoren en de functie ook van het hart. Dus het komt natuurlijk van twee kanten. De vraag is een beetje, hebben vrouwen nou een hoger risico op hartziekte dan mannen? Want we weten natuurlijk wel dat vrouwen anders omgaan met stress dan mannen. We zagen het al bij die gebroken hartsyndromen. 9 keer zo vaak bij vrouwen dan bij mannen. We zien in ieder geval in de praktijk, maar dat zijn we nu aan het onderzoeken, ook bij zo'n scheur in een kransvat, dat langdurige stress, bijvoorbeeld reorganisatie op het werk, een kind met ADHD, een lastig huwelijk, mantelzorgen voor je ouders. Nou, als je dat allemaal in een kookpan gooit, dan heb je natuurlijk toch een hoop stress. Dat veel vrouwen die zo'n hartinfarct krijgen door een scheur in een kransvat, die vertellen achteraf dat ze een paar jaar zo'n periode hebben gehad waarbij het hun eigenlijk een beetje boven het hoofd groeide. Nou, we hebben dus een heleboel literatuuronderzoek gedaan om te kijken of er nou verschil is bij mannen en vrouwen. En dat was nogal een enorme inspanning. Dus daar heeft eigenlijk de promovendus Veerle heeft er 2 jaar aan gewerkt. Dus die heeft eerst 12.000 artikelen heeft hij afgescand. Nou, daar is dan uiteindelijk een keuze van gemaakt. Uitgekomen op 290 artikelen. Die beter bestudeerd zijn, die allemaal. Je gaat gewoon selecteren bij die 12.000 welke artikelen zijn waardevol en welke niet. En daar zijn criteria voor. Dat zal ik u niet allemaal uitleggen. Maar uiteindelijk waren er 290 belangrijke artikelen die gingen over stress en hart- en vaatziekten, zowel bij mannen als vrouwen. Nou, daar waren natuurlijk nog wat vragen over. En daar hebben we dus een heleboel van die auteurs benaderd om te vragen van, mogen we nog wat extra resultaten hebben? Kunt u ook de verschillen tussen mannen en vrouwen aangeven? Nou, er was 1/3 van die onderzoekers, die waren daar heel gul mee. Die zeiden van, nou, hier zijn onze gegevens. Er waren 1/4 gaf eigenlijk geen gehoor. En een andere 1/3 zei ongeveer, of dat, die optelsom klopt dan niet, maar die zei van nou nee, mijn gegevens krijg je niet. Nou, dat heb je natuurlijk altijd. Maar waren we toch wel heel erg tevreden dat we behoorlijk veel respons kregen. Nou, we zijn nu bezig, inmiddels zijn de resultaten opgeschreven. Wat hebben we nu uiteindelijk gevonden? Nou, we zien zowel bij mannen en vrouwen dat angst en depressie een risicofactor zijn om hart- en vaatziekten te krijgen. Maar ze verergeren ook hart- en vaatziekten als je het eenmaal hebt. We vonden dat het risico voor mannen en vrouwen ongeveer gelijk was. Daar kom ik zo op terug. En het lijkt zelfs dat het risico groter is voor mannen dan bij vrouwen. Maar nu komt de clue natuurlijk van het verhaal. We hebben natuurlijk in al die 12.000 artikelen waar we dan uiteindelijk naar 290 artikelen gegaan zijn, ook die artikelen gingen allemaal weer uit van de mannelijke patiënt als norm.
Dus die hebben alleen maar weer gekeken naar dat mannelijke patroon van veroudering van de kransvaten. Dus niet naar die microvasculaire angina pectoris. Niet naar die bijzondere type hartinfarcten die we bij vrouwen zien. Dus die hebben alleen maar gekeken naar dat mannenpatroon van aderverkalking. Wat bij 75% van de mannen voorkomt. En maar 25% van de vrouwen. Dus vrouwen waren eigenlijk in al die onderzoeken behoorlijk ondervertegenwoordigd. Dus eigenlijk, hè, als we kijken naar het terrein van stress en hart- en vaatziekten, dan hebben we juist bij vrouwen nog heel veel vraagtekens, omdat die ook vanuit de praktijk naar ons toekomen. Dus daar gaan we natuurlijk met elkaar verder mee aan de slag. En dit is het ene laatste plaatje. Er is een collega uit Maastricht die ook heel lang al bezig is met de relatie tussen stress en hart- en vaatziekten. En die heeft nog een provocerend artikel geschreven een paar jaar geleden. Dat eigenlijk veel artsen, zowel huisartsen, maar ook cardiologen, nog onvoldoende waarde hechten aan de factor stress in hart- en vaatziekten. En in ieder geval de universiteit hier in Tilburg probeert dat heel erg te veranderen. Ik wijs u graag nog even op een boek, wat begin mei, voor Moederdag, komt het uit. Niet voor niks natuurlijk. Hart voor vrouwen. En dat gaat over heel veel van dit soort zaken. En nog veel meer wat ik u allemaal niet verteld heb. Over hoge bloeddruk in de zwangerschap, dat het een risicofactor is, enzovoort. Het is voor iedereen te begrijpen. Er staan allerlei patiëntenvoorbeelden in. Het zal 2 tientjes gaan kosten en de opbrengst van het boek die gaat allemaal in onderzoek, meer onderzoek bij hart- en vaatziekten bij vrouwen. Ik wijs u ook op het boek Hartschade van Hella de Jonge. Hella heeft een moeilijke opvoeding gehad. Ze is de dochter van Eli Asser van Schaap met de 5 poten, die kent u wel. Maar dat was een zeer getraumatiseerde man uit de oorlog en daar heeft Hella, vrouw van Freek de Jonge, daar natuurlijk een flinke tik van meegekregen. Ze heeft zelf een zoon verloren. Haar dochter heeft een kind verloren aan een hartprobleem toen ze 8 jaar was. En Hella heeft zelf een hartinfarct gehad wat niet herkend werd. En eigenlijk in haar boek komt ook weer die hart-breinconnectie, wat de impact van stress is op allerlei niveaus. Verlies, moeilijke opvoeding, hoe dat samenkomt en wat een impact dat kan hebben op een vrouwenleven. Dit was eigenlijk wat ik u vanavond wilde vertellen. Dank u wel. Waar is Isa? Ja, zij komt nog terug straks na de pauze. En dan kunnen we nog wat delen met elkaar, vragen stellen enzovoorts. 2 nummers van Isa. Zij timmert eigenlijk bij ons regelmatig aan de weg. Want volgens mij is het de 3e keer dat je hier bent, hè? Ja. Ja, ja, ja. Wat wil je worden? Nee. Muzikant ben je al? Ja, ben ik al, ja. En daar wil ik inderdaad mijn brood mee gaan verdienen. Okay. Lukt dat al een beetje? Ja, ik ben wel goed op weg. Ik ben best wel vaak op 3FM nu. En ik heb een boeker en management. Dus dat is wel heel chill. Ik zit nu mijn 3e jaar. Ik studeer op de Rock Academie hier. Om de hoek. En volgend jaar afstuderen. Als het... Stress? Ja, een beetje wel, ja. Denk aan je hart. Ja. Wat ga je voor ons doen? Normaal speel ik met een band elektronische nummers. En nu ga ik 2 akoestische nummers spelen die ik deze maand heb geschreven. Ze zijn allemaal nieuw. Okay. We hebben de première. Ja, ja zeker. Ja. Dank je wel. Komt de gitaar binnen? Yes. Ja, ik heb nog geen titel, want ik heb het echt vorige week geschreven. Maar ik ga hem gewoon spelen. Hey, do you listen when I whisper in your ear? How much I love all the things you do. And I can't resist it though the second you are near. I think about what you make me do. Your body is a temple, I believe in God. I pray until my answers, they turn into love. You make me feel.
forget about my body. Turn me in, nobody, I lose control. Yeah, yeah, yeah. You make me forget about my body. Love me like nobody, I lose control. And I even miss you when you're sleeping next to me. I wanna feel the fire of your soul. And when you kiss me, oh, it's getting hard to breathe. Cause I give it all, it's the first time I'm giving it all. Your body is a temple, I believe in God. I pray until my answers, they turn into love. You make me forget about my body, oh yeah. Love me like nobody, I lose control. Yeah, yeah, yeah. You make me forget about my body. Oh, you love me like nobody, I lose control. Hey, do you listen when I whisper in your ear? How much I love all the things you do. Dankjewel. Wat zijn jullie stil? Ja, dit nummer ligt mij wel dieper op de hart. Sinds jullie allemaal zo goed luisteren, ga ik er wat bij vertellen. Ik heb een vriendinnetje. Ik val op mannen en op vrouwen. En de moeder van mijn vriendinnetje, die vindt dat best wel heftig. En dit nummer gaat erover. Perspective, there could be a paradise right around the corner. And do you see what I see? With your hand before your eyes, it makes it hard to be me. And I know if you would walk in my shoes for a day, oh, I swear you wouldn't take them off. Them off now. You would see all the hate is unfair in my heart. It is all about love. And I'll give you my glasses so you can see what I see. Oh, I'll give you this present because it's not about me. Oh, it's passive aggressive behavior, cuts deeper than a knife. See what I see with your hand before your eyes. Makes it hard to be me, and I know if you would walk in my shoes for a day, oh, I swear you wouldn't take them off. You would see all the hate that's unfair in my heart. It is all about love. If you walk in my shoes for a day, oh, I swear you wouldn't take them off now. You would see all the hate that's unfair in my heart. It is all about love. You would realize I love your daughter more than I love myself. You would realize.
love your daughter more than I love myself. You feel at ease. Do you ever think about why you hold on to your borders? 'Cause everything's perspective, there could be a paradise right around the corner. Thank you. Professor Jos Widdershoven, die zei me toen straks, ik ga een casus laten zien, bespreken, met ons allen. Ook om ons op ideeën te brengen? Zou kunnen. Goed, het woord is aan Jos Widdershoven. Hij is cardioloog hier aan het Elisabeth en Twee Steden ziekenhuis. Hij is ook hoogleraar. En hij zit, als je het zo mag zeggen, ik chargeer wat, in het kamp van Angela Maas. Mag ik dat zo zeggen? Want hij is misschien ook al 50 plus, maar hij is niet een van die mensen die u nog moet overtuigen, hè? Oké, goed. Hier is de microfoon, alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel voor de mooie... Dankjewel voor de mooie, sympathieke introductie. Ja, ik ben in het kamp van Angela Maas. Ik heb het licht gezien op een gegeven ogenblik. Ja, ik ben benieuwd, als ik zo die zaal in kijk, 250 man... Kan ik 250 man, het is een algemene term, man is mannen en vrouwen. En als ik morgen tegen mijn collega's vertel, ik heb voor 52 mensen gesproken, gisteravond. Het was zo bijzonder en Angela Maas staat in mijn voorprogramma. Dus dat... Ik zal het zo gaan doen. Alle gekheid op een stokje. Fijn dat ik hier mag spreken vanavond. En ik zal niet het lange verhaal en het mooie verhaal van Angela Maas gaan herhalen. Ik zal een korte casus laten zien. En ik zal u iets gaan vertellen over de manier waarop wij tegenwoordig bij vrouwen bepaalde aandoeningen, dat bijzondere wat zich afspeelt in die kleine kransslagaders, kunnen meten. En daar ga ik jullie iets over vertellen. Dat doe ik niet zonder dankzegging aan vooral de organisatie, maar ook Paula Mommersteeg, hier aanwezig, en drie van haar studenten. Ik zie daar zitten Veerle, Dina en Else, dacht ik. Hè? En zijn er nog meer studenten die hier komen? Die hebben prachtig gezorgd dat het hier zo mooi aangekleed is vanavond. En Paula Mommersteeg, u heeft die naam al een paar keer horen langskomen. Altijd zeer bescheiden aanwezig, maar wel bij ons in het ziekenhuis de motor achter het onderzoek vanuit de Universiteit Tilburg. Wat zich vooral toespitst op het vrouwenhart, haar deel van het onderzoek. En ik vergeet nooit dat je een jaar of 10 geleden bij me kwam en zei van, goh, ik wil onderzoek gaan doen bij gekatheteriseerde patiënten en bij patiënten die bij jullie op de angiokamer komen. En toen dacht ik, fantastisch. Hè? Ik zei gelijk, we hebben 1000 dotters voor je en we hebben voldoende patiënten. Nee, zei je, die wil ik niet hebben. Ik wil patiënten hebben, ik wil mensen hebben die normale kransslagaders hebben of bijna normale kransslagaders. Ja, dachten mijn collega's toen, wat moeten we daar in godsnaam mee? Dat zijn patiënten die hebben toch niks. Hè? Die gaan toch terug naar de huisarts allemaal. En die wilde jij speciaal hebben, daarbij gaan onderzoeken. En in korte tijd had jij een 650, denk ik, patiënten bij elkaar verzameld met vrijwel normale kransslagaders. En wat bleek nou? Het merendeel daarvan was vrouw. En het merendeel van die patiënten met die vrijwel normale kransslagaders had heel veel klachten. Heel veel klachten, constant, af en toe episodisch. En dat was eigenlijk het begin van het focus op het vrouwenhart en ook het begin van de samenwerking met Angela Maas, wat steeds verder wordt uitgewerkt. Dat onderzoek gebeurt grotendeels in het CORE, het Center of Research on Psychology in Somatic Disease. Een hele mond vol. En dat is een onderzoeksinstituut aan Tilburg University.
Dus even kijken, ik denk dat ik hier ook mee verder kan. Ik had het niet geoefend. Typische klachten bij mannen, en ik ga niet het hele verhaal overdoen wat zo mooi is neergezet voor de pauze. Het typische verhaal bij mannen is de drukkende pijn op de borst, wat overgaat in rust, wat naar de arm uitstraalt, wat reageert op het bekende tabletje. En de oorzaak is vaak een vernauwing in de kransslagaders. En bij vrouwen zie je iets heel anders. En daar ben ik toch misschien een beetje aan samenvatten, Angela. Maar goed, mag het? Of natuurlijk, je kunt het niet vaak genoeg vertellen. Pijn op de borst bij rust of bij inspannen. Hè? Het is niet zo typisch als bij de mannen, maar het is ook niet atypisch. Het is typisch bij vrouwen. De pijn straalt uit naar de kaken, de rug of de arm. Een benauwd gevoel. Het reageert vaak niet op dat tabletje onder de tong. Bij sommigen wel, bij anderen weer niet. Ze worden er vaak mee wakker. En de oorzaak kan zijn een kramp in de kransslagader. De bijkomende aandoeningen, ik heb er nog een paar extra erbij gezet. De schildklier is genoemd. En dit gaat maar door. De schildklier is genoemd. De migraine is genoemd. De zwangerschapshoge bloeddruk zien we echt heel veel. En we gaan via een andere route ook de vrouwen met zwangerschapshoge bloeddruk vervolgen. Om te zien of zij op latere leeftijd ook daadwerkelijk de klachten ontwikkelen. Het chronisch vermoeidheidssyndroom, ME, CVS. Vrouwen hebben veel bijwerkingen van medicijnen. Wat voor een deel genoemd is door Angela, is dat al die medicijnen getest zijn vaak bij mannen. 75% zien wij ook, klopt helemaal dat getal, maar dat is ook internationaal. 75% van de patiënten met hartinfarcten die in onderzoek zitten, zijn mannen. En daar worden die pillen in getest. En dan geef je die aan vrouwen en dan zeggen ze, daar kan ik niet tegen, daar krijg ik dikke voeten van, daar krijg ik spierpijn van, daar word ik misselijk van. En dan moet je ineens de dosering enorm gaan aanpassen. Van een bepaald medicijn, wat we veel gebruiken, geven bij mannen 300 milligram en bij vrouwen 90 milligram. Veel bijwerkingen dus, ook van statines, van de cholesterolpillen, spierpijn. Gewoon heel veel spierpijn. En dat verzinnen ze niet. Angst, stress en somberheid horen er ook bij. De reactie van vrouwen, en dat wou ik toch laten zien. Ja, ze zeggen, onderzoek levert niks op. Ik zeg maar niks meer, heb ik heel vaak gehoord. Ik hou mijn mond maar. Ze denken dat ik me aanstel. Het zit tussen de oren. En toch voel ik iets. En ik ben niet gek. En ik ben overtuigd van het feit dat die vrouwen klachten hebben. Omdat ik weet dat niemand van die vrouwen, waarvan er heel veel aanwezig zijn hier, niemand van die vrouwen komt voor haar plezier een aantal keren per jaar naar de cardioloog toe. Ik kan er wel aardig zijn en ze krijgen een kopje koffie, maar je komt niet voor je plezier. Je hebt iets, je voelt iets, je hebt klachten. En dat hebben wij ook kunnen aantonen. Deze mevrouw, 42 jaar, kwam in 2001 bij een collega van mij met klachten van pijn op de borst. Was toen 42 jaar. Druk op de borst sinds 4 weken. Bij inspanning nam het toe, maar ook in rustklachten. Dus dat was al niet een typische mannenklacht. Dit is alweer een typische vrouwenklacht. Ze rookte niet, in de familie zaten hartziekten, het cholesterol was licht verhoogd en ze had al van de huisarts een bloedverdunner en een vaatverwijder gekregen. Hartfilmpje was normaal, fietstest was normaal en we hebben gehoord dat we daar beter naar moeten gaan kijken in de toekomst en dat proberen we ook. En de diagnose was, ja, het is niet het hart, maar toch 2 keer per jaar naar de eerste hulp. Pijn op de borstklachten, 4 keer per jaar naar de cardioloog. En ook in onmin met de huisarts, want die zeiden, ja mens, je bent al zo vaak bij de cardioloog geweest. Het is niks. Hè? Waar zeur je over? Zo was het ook echt. En dan komt ze terug en dan gaan we katheteriseren. We gaan onderzoeken doen. Hè? We kunnen heel goed onderzoeken doen en proberen dingen aan te tonen. Maar dan vind je het niet. En toch maar weer terug naar de huisarts. En die weer boos, ja zie je wel. Pillen worden toch maar doorgezet. En ze komt op de eerste hulp met pijn op de borst. En nog een paar jaar later komt ze weer met pijn op de borst. En dat straalt uit naar de kaken en transpireren. En dat gaat maar door 2006. Daar gaan we nog eens een onderzoek doen. Sommigen kennen dat in het Verbeter Instituut. Een radioactief stofje om te kijken of er genoeg zuurstof bij het hart komt. Dat was goed, maar ze had wel pijn op de borst tijdens dat onderzoek. Veel klachten van pijn op het werk,
50% ongeschikt en ze bleef maar terugkomen bij allerlei verschillende cardiologen. Dan komt ze weer met de ambulance naar de eerste hulp. Dan zegt iemand, ja, die katheterisatie is al een paar jaar geleden. Misschien heeft ze nu wel een vernauwing. Laten we het nog een keer doen. Daar gaat weer €2000. Dat is niet erg, maar ze loopt wel weer een risico met zo'n onderzoek. En dan komt er hier in 2008 een dokter die denkt, ik heb het licht gezien. Ik heb het gewoon geknipt en geplakt uit de brief, heel bewust. Want ik was het zelf. En ik heb gezegd van, ach, die vrouw die heeft maagklachten, jongens, hè? Die heeft maagklachten. En we hebben er pantoprazol gegeven, een maagtablet. En ze komt toch weer terug met pijn op de borst. Want dat was het ook niet. Weer een scan gedaan. Ja, ik zal niet eindeloos doorgaan. Ze denkt van, ik ga naar een ander ziekenhuis van in Tilburg. Kunnen ze er niks van. Dus ze is bij Second Opinion geweest. Ze is niet in Nijmegen geweest, overigens. Daar wordt dat grote onderzoek gedaan, wat ook vanochtend net genoemd is voor de pauze. Die acetylcholine-test, die spasme kan aantonen van die grote kransslagaders. En ook dat onderzoek was normaal. En daarna komt ze nog vele malen op de eerste hulp. En ik overdrijf niet, want dat zal ik jullie vertellen. Onze controller heeft berekend dat dit globaal €200.000 heeft gekost. Al die onderzoeken. Globaal. Opnames, eerste hulp, ambulances, katheterisaties, scans, cardiologenbezoeken, et cetera. Over die periode, ja, over die periode. En dan komt ze in 2017 en dan hebben we een bepaald onderzoek waar ik iets over ga vertellen. En dan dat onderzoek toont aan dat de bloedstroom, de druk in de kleine kransslagaders gestoord is. En dan vertellen we dat tegen die mevrouw en dan geven we een bepaald medicijn. En ze heeft geen klachten meer, hè, sinds 1,5 jaar. En ze is dolgelukkig. Soms komt het nog wel eens, maar ze kan ermee omgaan. En ze weet wat het is en het medicijn helpt heel goed. En dit is echt een heel succesvol verhaal. En zo kennen wij er, Angela, heel veel die op deze manier behandeld kunnen worden. Die katheterisatie, velen van jullie kennen dat. Daar hebben we iets van laten zien, wat plaatjes. Maar het gaat via de pols tegenwoordig naar de kransslagaders toe. En dan worden netjes die kransslagaders die worden opgespoten. Dat gebeurt in high-tech kamers. En dan krijg je allerlei plaatjes met hier een vernauwing. Hè. Dit is natuurlijk weer een typische man. En hier zien we ook weer een typische man. En ik zal hier heel even bij stilstaan. Een plaatje hebben we al gezien. Maar je hebt dus ook die kleine vaatjes. En wat ik er nog aan toe wil voegen is dat we dus nu kunnen meten hoe die toestand is van die kleine kransslagadertjes, die arteriolen. Hoe die zich gedragen, of daar de druk verhoogd is. En ja, dat is de IMR, de Index of Microvascular Resistance. Het is een heel gesofisticeerd onderzoek, een heel groot onderzoek ook. Een aantal aanwezigen wellicht hier hebben dat ondergaan. Het gebeurde op de katheterisatiekamer met een katheter. Die wordt in de kransslagaders gelegd, de drukken worden gemeten. En dan kun je heel goed zien dat de druk bij sommige patiënten gestoord is. En we hebben in de loop van het afgelopen jaar, Paula, meer dan 100 patiënten gezien, waarvan ongeveer de helft dat onderzoek heeft gedaan. En om en bij de 70-75% heeft afwijkingen in die kleine kransslagaders. En die kunnen we behandelen met medicijnen. Zo ziet dat eruit op die katheterisatiekamer. Ik ga dat niet plaatje voor plaatje uitleggen, maar het is een hele mooie berekening die wij kunnen maken. Waar ik mee wil eindigen, voordat jullie allemaal vragen kunnen gaan afvuren, is dat het heel belangrijk is om de klachten te erkennen en ook te herkennen. Het lijkt me verschrikkelijk, hè? Ik kan dat als man zeggen, als je bij een dokter komt en je hebt ergens last van en die zegt van, er is niks aan de hand, ga maar lekker naar huis. Dan kom je thuis en heb je precies dezelfde klachten. En dan denk je van, wat is er in godsnaam met mij aan de hand? Daar heeft Angela heel mooi over verteld. Uitleg en geruststelling. Hè? Als je weet dat er een behandeling is, als je weet dat we goed met bepaalde medicatie de risicofactoren en de klachten kunnen behandelen. Hè? Dat is een hele belangrijke. We hebben medicijnen. De angstreductie is een hele
belangrijke. Angstreductie, stressreductie. Er zijn een aantal patiënten die komen bij de psycholoog terecht en die zijn dolgelukkig met de behandeling al daar. Menopausale vrouwen hebben we het over gehad. Een heel bekend iets. Het lichaam verandert, de relatie verandert, de kinderen gaan de deur uit. Je hebt het allemaal genoemd. De ouders, daar moet voor gezorgd worden. Ik zeg soms, die moeten begraven worden. En in de werksituatie is er ook vaak stress. Jongere mensen die binnenkomen en die het allemaal eens op een andere manier gaan doen als die vrouwen dat altijd gedaan hebben. En de partner, die moet je ook niet vergeten. De partner is van cruciaal belang. De partner brengt die vrouwen vaak naar het ziekenhuis. Die zit erbij en die zegt, je moet er eens zien als ze dat heeft, hoe ze eruit ziet. Die is doods, benauwd natuurlijk dat er iets met zijn lieve vrouw gaat gebeuren. Dat is wat ik in een notendop jullie wil vertellen. We kunnen het meten en ik wou het woord teruggeven aan onze voorzitter. Ik zou zeggen, blijf staan, dank u wel. Deze doet het ook, alsjeblieft. Er zijn mogelijkheden om vragen te stellen. Ik wil in ieder geval beginnen met de vraag, in hoeverre lopen patiënten die je net beschreef, die je ook beschreef, tegen een soort muur aan van onbegrip bij huisartsen en bij andere artsen, namelijk specialisten. Nou, en bedrijfsartsen en UWV-artsen. Ja. Want ze moeten ook weer aan het werk. Als er niks aan de hand is, dan moet je aan het werk. Maar ze kunnen vaak niet aan het werk. Dus het probleem is nog veel groter dan je noemde. De muur zit ook bij de bedrijfsartsen. Ja. Oké. Ja. Vragen. Komt-ie. Nou, mijn eerste Jos, kom vraag is, even hier. Mijn eerste vraag is of we eventueel een uitdraai kunnen krijgen van hetgeen wat we gezien hebben, zodat we het na kunnen lezen. Paula. Een uitdraai. Of iets wat erop lijkt, of dat we kunnen kopen. Ik wil, Nou, dat boek komt er ook aan, hè? Ja. Oh, oké. Nee, dankzij de subsidie van Zon en Wee en de Hartstichting hebben we opnames laten maken. Die zijn op dit moment live, maar deze komen later ook online. Dus dan zullen we de link via de pagina van het Science Café openbaar maken. En dan kunt u dit allemaal rustig nog eens nakijken. Briljant. Ja. Dankjewel. Ja. Hoi. Hij mag naar achter, maar hij mag ook eerst een meisje gooien. Goed, stekend. Ja, ik hoef geen meisje. Ik ben zo blij dat een man het zegt. Weet je, dat ik daar heel blij van ben. Ik had een vraag aan dokter Jos van Witteshoven. Dat moet ook. Welke medicatie geeft u bij die laatst beschreven casus? Ja, bij die laatste kaas. Ja. Welke medicatie kan? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, ik wou niet te diep op de medicatie ingaan. Wat ik die mevrouw heb gegeven is diltiazem. Diltiazem in een lage dosering. En die mevrouw had in het verleden, in 2001, al diltiazem gehad van een dierbare collega van mij, die nu niet meer werkt in Tilburg, maar die had toen 300 milligram gehaald. En daar kreeg ze dikke voeten van en daar had ze bij en lage bloeddruk en duizelig. Een mannendosering. Hoewel, er zijn ook vrouwen, maar dat kan Angela beter vertellen, die 300 en zelfs twee keer 300 hebben. Maar dat is een andere categorie. Ja, je moet echt maatwerk per patiënt. Dus het is niet één standaard recept, ook voor vrouwen met dit probleem, dat ze allemaal hetzelfde recept moeten hebben. Nee, je moet echt per individu, afhankelijk van de bloeddruk, hun polsfrequentie, van allerlei dingen, probeer je bij die persoon de best passende middelen te vinden. En dat kan dus bij de ene iets heel anders zijn dan bij de andere. Maar het zijn wel vaak ongebruikelijkere combinaties van medicijnen dan als je een vernauwing in die grote kransvaten hebt. En dat leidt dan dus ook weer voor veel problemen bij de apotheek. Want die gaat dan ook weer zeggen van ja, maar dit kan niet. Want die zijn ook natuurlijk het standaardpakket gewend. Dus je komt in de hele zorg, bij ieder loket waar je komt, weer mensen tegen die zeggen, dit kan niet. Want iedereen is volgens het oude stramien opgeleid en opgevoed. En dat frustreert ook die patiënten. En ons natuurlijk al helemaal. Ja, dank je. We hebben nog een, dan kan ik nog even een vraag stellen. Ja? Ja? We hebben, wellicht zijn er ook een aantal dames hier die een medicijn hebben wat enigszins uit de oude doos komt, zou ik haar zeggen. Dat is al 20 jaar geleden is dat onderzocht.
En we kwamen elkaar een keer tegen en toen zei je van... Goh, dat moet je eens proberen bij die patiënten. Icorel, Nicorandil. Ja. Ja, maar dat is een beetje... you love it or you hate it. Dus je omarmt het of je kan er helemaal niet tegen. Het is een heel zwart-wit middel. Maar er is ook een fantastische pil, die is in het buitenland te verkrijgen... Amerika, maar ook België, Italië en overal in Europa, behalve in Nederland. Want hier wil de zorgverzekeraar het ook niet vergoeden. En er zijn zelfs, ik heb zelfs patiënten die het dan maar zelf betalen. Maar dat is €60 per 2 weken, dat hakt er wel in. En, dus ik maak ook veel ruzie met zorgverzekeraars om dingen wel vergoed te krijgen... Want het is veel goedkoper uiteindelijk zo'n pil... dan in een jaar tijd weer 6 keer op de eerste hulp komen... en een paar hartkatheterisaties, toch? Ja, nou, ik had even een vraag. Het maakt niet uit voor wie. Is er een relatie tussen bloeddruk en die vernauwing in die kleine vaten? En kun je bijvoorbeeld dat ook hebben bij een lage bloeddruk? Ja, je kan zeker die microvasculaire angina pectoris ook hebben als je een perfecte bloeddruk hebt. Het is wel altijd zo dat vrouwen die die microvascular angina hebben, er is altijd wel iets aan risicofactoren. Dus als je bijvoorbeeld een prachtige bloeddruk hebt, dan is er bijvoorbeeld wel een erfelijkheid. Of je cholesterol is wat te hoog. Of je hebt van die ontstekingsachtige ziekte. Dus er is... Het is nooit zo dat het kerngezonde vrouwen zijn waarbij er niets op aan te merken is die dit hebben. Er is altijd iets waarvan je zegt, hier zit een element in wat een trigger is voor dit probleem. Hoge bloeddruk geeft natuurlijk ook een verhoogde druk op de vaatwand. En wat je vaak ziet bij patiënten, als de bloeddruk in een periode te hoog is of zelfs een enorme piek geeft, dan als het ware de knop wordt aangezet voor die spasmen. En spasme en of dat microvasculair lijden. En dus je moet ook de bloeddruk bij dit soort patiënten, als die te hoog is, moet je die heel strak behandelen. Dan hebben ze veel minder klachten. Helder. Andere vragen wellicht. Daar zit een... Ja, de microfoon is achter je. Oh, ik wou ook een vraag stellen. Maar dat geef die ook, door. Ja. Is er iets veranderd in het protocol als je binnengebracht wordt bij een ziekenhuis... Hoe bedoelt u dat? Ja, ik snap wat je bedoelt. Hè. In de zin van, ik ben al eens geweest en ik heb normale kransslagaders en ik kom weer opnieuw. Nee. Ik had een hartinfarct en ik gaf al meteen aan, ik kan al die medicijnen niet verdragen die jullie geven. Jawel, mevrouw, verpleegd protocol. Ik ben dan ook heel erg ziek geworden en er werd dan afgehandeld als zijnde buikgriep. Apart gelegd op de kamer... Met buikgriep, terwijl ik wist dat ik helemaal geen buikgriep had. Dus, dat je werd gevloerd door het protocol. Ja. Ja. En ook daarna met alle medicijnen. Nou, ik vind wel een goed punt wat u aansnijdt. Want we hebben natuurlijk in de gezondheidszorg... binnen heel veel vakgebieden, maar ook in de cardiologie... hebben we ontzettend veel richtlijnen ontwikkeld... waarin soms de menselijke maat verloren is gegaan. En er zijn natuurlijk mensen bij wie je anders te werk moet gaan. Maar zeker ook jonge dokters, die klampen zich toch vaak aan protocollen vast. En dit moet jij hebben voor de rest van je leven. En dat gaat gewoon niet bij iedereen. En bovendien is het niet bij iedereen nodig. Wat we ook steeds meer zien, maar daar is nog weinig bewijsvoering voor... dat vrouwen die een verhoogd ontstekingsniveau hebben... die dus veel van die ontstekingsachtige ziekte hebben... dat die ook veel vaker... bijwerkingen van medicijnen hebben. En daar zit ook nog iets wat onderzocht moet worden. Okay. Maar dat is iets wat ik opmerk in de praktijk... maar waar ik nog geen ondergrond voor heb. Maar dat gaat er vast komen. Die meneer. Toch? Of mevrouw? Ik zie het niet goed. Excuses. Ja, ik wou nog even toevoegen dat ook die richtlijnen zijn gebaseerd op onderzoeken die gedaan zijn in drie mannen. Hè? Dus dat, ja. En dan komt er een vrouw binnen en dan is het anders. En die kan er weer niet tegen. Ja. Gaat u gang. Ja. Doet hij het niet? Sorry. Ja. U noemde heel even zwangerschap. Als risicofactor. Worden vrouwen met een hoog bloeddruk en zwangerschap daar nu over voorgelicht? Zodat ze daar zelf ook alerter op zijn? En als dat niet het geval is, hoe zouden we dat kunnen verbeteren? Voorlichting bij zwangerschap.
Nou, het is een zwangerschapsvergiftiging op een Helms-syndroom. Dat staat inmiddels ook in de preventierichtlijnen van de huisarts. Het staat ook in de internationale preventierichtlijnen van cardiologen sinds 2016. Maar er staat nog niet in wat je ermee moet met die vrouwen. Dus het wordt nu genoemd, het is een risicofactor. En een zwangerschapsvergiftiging betekent dat je een 2 keer zo hoog risico hebt om een hartinfarct te krijgen. En een 4 keer zo hoog risico hebt op hoge bloeddruk al op jonge leeftijd. Een hoge bloeddruk aan het eind van de zwangerschap geeft ook een hoger risico op hoge bloeddruk. Maar die komt vooral als 50-plusser. Terwijl die vrouwen met een zwangerschapsvergiftiging vaak als 40-plusser al hoge bloeddruk hebben. Maar heel vaak hoge bloeddruk. Een hoge bloeddruk bij een man is hypertensie en wordt behandeld. Bij een vrouw is het stress en dan moet je rust houden. Die mevrouw en dan die mevrouw met dat gele dingetje. Voor de bloeddruk zou ik zeggen, koop zelf een bloeddrukmeter. U heeft vast ook een weegschaal. En er is niks zo makkelijk dan 1 of 2 keer per maand je eigen bloeddruk meten. Dat kan iedereen leren. Die mevrouw even. Ja, ik had even een vraag of er onderzoek wordt gedaan naar vrouwen die vervroegd in de overgang zijn gekomen en die hartklachten hebben. Ja? Nou, daar is eerlijk gezegd heel veel onderzoek naar gebeurd. Vrouwen die voor hun 40ste spontaan in de overgang komen, daarvan is nu ook het advies dat ze dan in ieder geval 10 jaar tot de leeftijd van 50, 51 jaar hormonen gebruiken. En dat is niet de anticonceptiepil, maar hormoonsuppletie. Tenzij het vrouwen zijn die bijvoorbeeld hun eierstokken hebben laten verwijderen omdat ze een hoger risico hebben op borstkanker. Ligt dat veel genuanceerder. En zijn we eigenlijk niet zo happig op die tijdelijke hormoontherapie. Maar een vroege natuurlijke overgang voor de 40 is een risicofactor. Okay. Zeker. Mevrouw, in ons onderzoek zitten een aantal vrouwen tussen 30 en 40 die om medische redenen de eierstokken hebben laten verwijderen en heel vroeg in overgang zijn gekomen en geen hormoonsuppletie hebben gehad. En die hebben deze klachten. Ja, oké. Okay. Die mevrouw. Het is mij opgevallen dat jullie het helemaal niet over hartfalen hebben gehad. En ik vraag me heel erg of hartfalen zonder dat er een oorzaak te vinden is veel meer bij vrouwen voor dan bij mannen? Ook dat is dat hebben we inderdaad niet genoemd. Maar er is een andere vorm van hartfalen waar we het hier wellicht over hebben bij die vrouwen met hypertensie en met problemen in die vaten. En dat is wat we noemen het diastolische hartfalen. De wat verdikte hartspier die wat moeilijker kan, ontspannen. Ja, die trekt wel heel goed samen, die kan wat moeilijker ontspannen. Het hartfalen waar we het steeds over hebben is het hartfalen met een slechte pompfunctie. Het hart kan niet goed samentrekken, maar wat je bij vrouwen toch nog wel vaker ziet, het is bijna, ik zou zeggen, een typisch iets bij vrouwen, is dat diastolische hartfalen met een hartspier die moeilijk kan ontspannen. En dat kan dezelfde symptomen geven en dat is heel moeilijk te behandelen. Normaal behandelen we het hartfalen met allerlei plaspillen en dergelijke. En hier werkt dat ook weer soms averechts, maar het komt veel voor. Je ziet ook dat als vrouwen met dat microvasculair lijden in die haarvaartjes, als die haarvaartjes in de loop der tijd gaan verstijven, dan zie je 20 jaar later dat ze dat hartfalen hebben met een stugge hartspier. Dus we hebben nu een beetje ingezoomd, vooral een beetje op middelbare leeftijd, het grote grijze gebied in de cardiologie. Maar dat hartfalen met een stijve hartspier, dat zien we vooral na het 65ste jaar en vooral ook bij vrouwen boven de 70. Maar dat is wel degelijk een heel belangrijk issue. Maar ja, we hebben het ook niet over ritmestoornissen gehad. Het is natuurlijk uiteindelijk een heel groot vakgebied, maar door het hele vakgebied heen, op allerlei terreinen, zijn die man-vrouw verschillen aanwezig. Die mevrouw rechts naast de camera, die krijgt als het goed is de microfoon. Oh, dat was nog even boven iemand. Oh. Ja, die was eerder. Doe maar, kom. 1, 2, hop. Achter u, ja. Dankjewel. We hebben het steeds over hartinfarcten gehad en de microvasculaire vaatjes. En relatie met stress. Mijn vraag is of er ook een relatie is tussen stress en klepstenose of versnelde klepstenose. Versnelde wat? Hartklepstenose. In principe, hè, en dan heb je het over de aortaklep, de risicofactoren die vernauwingen in de kransslagaders geven.
bij mannen. Die geven ook vaak de problemen in de hartklep, in de aortaklep, een aortaklep vernauwing. Dat zie je wel. Stress is een risicofactor voor het ontwikkelen van transvaginale leiden. Ja, ik denk dat met name dat hoge bloeddruk daartussen zit. En als hoge bloeddruk. Als veroorzaker van ook die vernauwde hartkleppen. Maar er is niet echt specifiek veel onderzoek gedaan naar precies wat u vraagt. Hè? Hartklepvernauwingen en stress. Niet, hè? Je mag ervan uitgaan dat daar die link is, maar daar is nog niet zo heel veel over bekend, hoor. Die mevrouw, het is een goede vraag van u. Dus die onthoud ik. Ja. Paula, heb jij daar nog iets aan toe mevrouw te voegen? Mevrouw hiervoor nog? Oh, dan, nee? Oh, meneer, kijk. Mevrouw Maria, ik denk, ik zal als man ook een vraag stellen. Ja. Het is heel mooi, heel veel respect voor jullie onderzoek en jullie werk. Want het is fantastisch dat er meer zicht komt op het vrouwenhart. En ja, god, het blijkt atypische klachten, daar mogen we niet meer over praten. Maar hebben wij ook zicht op de vrouwen die te laat komen? Want de delay zit vaak thuis. Vrouwen, ja, die ervaren die klachten van, ik heb te veel gesjouwd, ik ga wel op de bank liggen. Te veel gedaan. Hebben wij zicht op stille infarcten bij vrouwen? Ja, in relatie tot al het onderzoek wat we nu doen, dat we mensen juist motiveren om te komen als ze klachten hebben. Ja. Hel. Ja. Nee, het is heel herkenbaar wat u zegt. Ja, de vraag is wat je daarvoor zicht op hebt. Maar tuurlijk zien we dat, hè, dat patiënten, dat vrouwen zeggen, het lijkt atypisch, dat huisartsen komen die het niet herkennen. Zelfs dat collega's, want we hebben het gehoord van een mevrouw die behandeld wordt in het ziekenhuis op een eerste hulp, ook niet herkend wordt als hebbende een hartinfarct. Ik denk dat dat wel steeds beter wordt, hè, die herkenning, hè, als je maar op de klassieke manier je presenteert, dan kan dat. Maar we zijn ervan overtuigd dat je hartinfarcten mist. En soms zie je bij een vrouw die komt om de een of andere reden voor een operatie en die laat een hartfilmpje maken, zie je dat ze een hartinfarct heeft doorgemaakt op het hartfilmpje. En dan weet je niet of dat een maand of een jaar of 10 jaar geleden is. Maar het is in ieder geval niet herkend geweest. Dus het komt voor. Goed. Die mevrouw hier, want die is al een paar keer overgeslagen. Mag hem gooien, dat ding. Je mag dat ding gewoon gooien. Ik kan niet tegen. Ja. Ik wilde graag iets weten over de samenwerking tussen de huisarts en de cardioloog. Als ik heb een hartritmestoornis. Ik moet altijd eerst naar de huisarts. De hele procedure moet gedaan worden. Terwijl ik weet wat ik heb. Ik ken de signalen. Ik ken de symptomen. Toch moet ik eerst naar de huisarts. En dan zegt die of ik wel of niet naar het ziekenhuis mag. En dan wou ik weten, hoe is de samenwerking? Wat een frustratie moet dat zijn. Ja, dat kun je wel zeggen. Vreselijk, ja. En even de poort. Dit verhaal horen wij niet de eerste keer. Dit verhaal horen wij ongeveer 5 tot 10 keer per dag. Dat is tegenwoordig de regel. De huisarts is de poortwachter van het ziekenhuis geworden. En die zorgt ervoor dat een patiënt mag komen. In principe, de mensen die bekend zijn bij ons, daar maken we wel eens een afspraak mee van ja, kom maar naar de eerste hulp. Ja. Maar dan moet je al een beetje gaan omzeilen. Dat is niet de reguliere route. Vroeger, tot de jaren 5 geleden, kon je gewoon binnenlopen op de eerste hulp of een afspraak maken bij de cardioloog. Dat is helemaal afgeschaft. Dus ja, de huisarts is poortwachter bij ons. Wij geven toch wel aan patiënten, en daar moeten we altijd zuinig mee zijn, maar we geven wel aan dit soort patiënten, we noemen dat free call kaarten. Dus dat ze gewoon, als ze zo'n kaart hebben, kunnen ze ook op eigen initiatief naar de eerste hulp komen. Dat zijn dan wel bekende patiënten die ook zo'n ritmestoornis heel slecht verdragen. En die er gewoon knettergek van worden en die dan anders toch gekomen zouden zijn. Maar goed, er wordt natuurlijk wel eens gemopperd dat we te veel van die kaarten weggeven. Hè? Dus, ja. Kun je dat zien als een vervolgafspraak? Kun je gewoon zeggen, als iemand één keer gezien hebt van, je mag gewoon komen en we schrijven dat weg als vervolgafspraak. Ja, maar de spreekuren zitten soms zo vol dat de vervolgafspraak niet eerder kan dan over 4 maanden. Ja. Maar ik heb al 8 keer een cardioversie gehad, 2 maal een ablatie en nog moet ik elke keer naar de huisarts als ik dus weer iets krijg. Ja. Dat vind ik heel frustrerend. Nou, in Nijmegen had u wel een free call kaart gekregen. Ik zal het tegen het Jeroen Bosch ziekenhuis zeggen. Oh, ik wou net vragen welk ziekenhuis, maar het is het Jeroen Bosch. Oké. Okay. Ja. Anderen nog vragen? Nog een paar minuten hebben we. Dat kan toch niet? Doodziek. Helemaal bovenin. Je mag hem naar boven gooien als je kunt. Toch gewoon mensen die. Linksboven. Bedenken en die. Nou, daar komt hij, hè? Ach, ik ben een keer dat wel leer. En nog verder, ja. Ja, en nog verder en nog verder. Ja. Gaat u gang. Dank u wel.
Ik heb zelf sterk de indruk, of ja, ik voel het gewoon, dat ik eigenlijk naar een cardioloog toe moet. Dan heb ik vijf jaar geleden een hartinfarct gehad. En ik ben met echt heel veel ruzie en boze woorden daar weggegaan. Ik voel me... Ik heb nou zoiets van, ja, ik wil wel gaan. Maar alleen al die idee dat ik ga en dat ik moet knokken... Ja. Voor een arts bij wie ik me goed voel... Daarvan krijg ik al hartkloppingen, bij wijze van spreken. Van, ja, het is echt... ik vind dit echt een moeilijk iets. U weet eigenlijk niet wat u moet doen. Nou, ik weet wel dat ik naar een cardioloog toe moet. Ja, maar hoe u daar doorheen moet komen? Dan denk ik, ik ga gewoon vragen naar meneer Widdershoven of naar mevrouw Mommesteeg. Ja. Maar kom er maar eens binnen. We hebben plek. We hebben plek, hoor. Kom maar langs. Maar dat zal toch ook weer via de huisarts moeten. Ja, oké. Okay, kijk, dan... als mijn eigen echtgenote naar mij wil komen in het ziekenhuis... dan zal dat via de huisarts moeten. Nee, maar dat vind ik geen punt. Maar het gaat mij juist... Mijn huisarts is het contact best goed. Maar het gaat mij juist om dat ziekenhuis. Ja. Maar als je via de huisarts, via je eigen huisarts... vraagt of je naar hem mag... Ja, dan is het probleem opgelost, hè? Dat kan. Ja, als dat kan, doe is maar. Dat heel fijn. Doe maar. We zien elkaar. We zien elkaar. Dank u wel. We hebben een date. Mag het ding hier naartoe? Of is er daar nog iemand? Mag ik nog even? Ja, nog even. En dan moet je even hier naartoe en dan stoppen. Ja, gaat u gang. Ik had me eigenlijk ook wel verheugd. En ik heb niet goed ingelezen blijkbaar. Op een debat. Want ik had het fijn gevonden als hier ook een tegenstand. Of tenminste iemand had gestaan die het er niet mee eens was. Omdat ik dat wel heel interessant vind. Helemaal linksboven zit ze in het hoekje. Iemand die eigenlijk tegen haar en zijn idee is. Ik snap het namelijk niet zo goed. Maar ik moet eerlijk zeggen, dan was ik niet gekomen. Oké. Kijk. Dat vind ik jammer. Want ik ben daar helemaal klaar mee. Oké, ja, dat snap ik. Ja, het is een beetje in de lijn van wat verschillende mensen al zeggen. De muur waar men tegen oploopt, is de muur die zij natuurlijk en hij ook al lang kennen. Van haar beroepsvereniging moest ze een keer een zwijgcontract ondertekenen wat ze verrekt heeft. Ja. Een jaar geleden, ja. Om te illustreren hoe de weerstand, de onbewuste en onzichtbare weerstand zich verzamelt en dan tegen haar zegt, je moet je mond houden. Ja. Maar ik wil daar toch iets aan toevoegen. Hè. Kijk, het is zo dat er wel heel duidelijk een kentering is. En dat is niet precies de jongere generatie, die heeft daar veel meer kaas van gegeten, veel meer zicht op. En wat nu ook gebeurt, is nu we iets kunnen meten. Nou wordt het plotseling heel interessant en nou zijn er heel veel interventiecardiologen in den landen die zeggen van laten we die vrouwen eens gaan meten. Want nu komen er getallen uit en nu zie je dat die vrouwen klachten hebben en een afwijking in die drukwaardes. En dan ben je heel dom als je dat niet wil accepteren. Maar in de tijd dat we het niet konden meten, maar wel overtuigd waren dat die vrouwen klachten hadden. Ja, toen zei ze, ja goed, je kunt dat wel vertellen, maar we kunnen dat niet meten. Maar dit is een grote kentering. Als we het kunnen meten en aantonen, en dat kan... Daar verandert er veel. En nu zie je dat er ook bij onze vereniging richtlijnen worden ontwikkeld over dit onderwerp. Terwijl daar 5 jaar geleden heel anders over gedacht werd. Tot 2 jaar geleden zelfs nog. Dus er is wel een kentering aan de gang. Dus er zijn, ik denk, over een paar jaar weinig tegenstanders meer te vinden. Maar het is een generatieprobleem waarschijnlijk, hè? Ja, het is ook een generatieprobleem. Het is een probleem van een generatie. En die generatie bestond, zoals we die foto's hebben gezien, uit mannen. Hè? Ja. Op jouw dia. Ja. En mannenonderzoek, et cetera. Dus ik twijfel er niet over. En wellicht als er hier tegenstanders zouden zijn geweest, dan denk ik van, ja, ga dan maar wat vertellen. Maar daar ga ik ook niet naartoe. Nee. Hij mag weer naar beneden. Hier vooraan de laatste. Mevrouw, u bent de laatste. Want het is alweer 10 uur geweest. Ja. Fijn dat er zo'n nieuw onderzoek is gekomen. Maar
hoe vlug kan een vrouw aan dat onderzoek deelnemen? Want je zult volgens protocol weer alle stappen moeten nemen van een ECG en fietsergometrie en dergelijke. En mijn tweede vraag is, de huisarts speelt een belangrijke rol hierin. Wanneer worden de protocollen en richtlijnen en standaarden en thuisarts.nl aangepast, zodat angst en depressie in dit verhaal meegenomen wordt? Nou, we zullen het allebei beantwoorden, een stukje van deze twee vragen. Kijk, wat betreft dat onderzoek, niet iedereen hoeft morgen dat onderzoek te hebben. Ik denk dat wij inmiddels zoveel ervaring hebben dat we ongeveer wel kunnen voorspellen of iemand afwijkende waardes heeft of niet. Er zijn heel veel vrouwen waarbij we zeggen van, nou, we doen het onderzoek nog niet, we gaan eens eerst proberen met een pilletje wellicht. Misschien helpt het al. Ik denk dat je dat hebt. Ik acht de kans heel groot. Je hoeft niet per se iedereen zo'n onderzoek te doen. Maar als de pillen niet werken of er zijn andere aandoeningen of er zijn andere risicofactoren, dan kun je naar dat onderzoek toe. Maar niet iedereen hoeft dat onderzoek per definitie te hebben. En dan kun je erop verder. Nee, dat ben ik met je eens. En ja, u noemde ook de fietsproef. Hè? Maar de standaard fietsproef die is ook aan het verdwijnen, gelukkig. Want dat levert helemaal niks op. Die begint een beetje van het toneel te verdwijnen. Weet u dat ik in een jaar tijd van alle patiënten die ik zie er heel veel, vraag ik 4 keer een fietsproef aan. Dus niet van alle patiënten, maar in totaal doe ik 4 fietsproeven op jaarbasis. Je hebt er al afscheid van genomen. Ik heb er al afscheid van genomen, ja. En dan het punt wat ze zei over die protocollen aanpassen. Ja, dat is natuurlijk ook... het kwartje moet natuurlijk ook vallen in de eerste lijn. Als je kijkt hoe lang het duurt om een nieuwe preventierichtlijn te maken, ook in de eerste lijn, dat duurt 7 jaar. Op het moment dat die uitkomt, is die achterhaald. Dus ja, dat gaat traag. Maar het is wel al in gang gezet. Wat zei je? Dat is wel al in gang gezet. Is het in gang gezet, die verandering van protocollen en richtlijnen? Ja, de Nederlandse ja, zeker. We scholen ook veel natuurlijk na en zo. Oké. Ja, ja, ja. Dames en heren, het is 9:55. Normaal gaan we tot 10:00 door. We kunnen nog wel even doorgaan, maar ik denk, dan moet toch iemand weg, hè? Ja. En hij hoeft maar dichtbij. Maar jij niet? Nee. Mag ik jullie heel hartelijk danken. Dames en heren, maak een warm en hartelijk applaus. APPLAUS